Je kent het wel, je zit in de kroeg en bestelt een lekker schaaltje bitterballen. Maar waarom heten bitterballen nou bitterballen? Dat vroeg Lotte zich af en voor haar ga ik op zoek naar het antwoord. Ik maak een item over bitterballen en Lotte vraagt zich af waarom bitterballen bitterballen heten. Heb jij misschien een idee? Nee, ik heb eigenlijk geen idee. Geen enkel idee? En als je nou eens een wilde gok moet doen? Nou, ik denk dat het te maken heeft met dat je het normaal gesproken eet natuurlijk bij het drankje. Dat denk ik. Dat is een nieuwe, die heb ik nog niet gehoord. Ja, ik heb ook geen idee, maar... Geen idee. Omdat ze bitter zijn. Nee, ja. Niet. Helemaal niet. Als ik zeg bitterbal, waar denk je dan aan? Aan eten. Ja, misschien een bitter sausje of zo? Dat is een goeie. Geen idee. Hoe zou je ze dan noemen? Ja. Gewoon gehaktballen in frituur. Frituur gehaktballen, zoiets. Gewoon een kroket. En zo'n bolletje. Ja, gewoon kleine kroketten. Bolletjes. Ja, bolletjes. Zo, dat is een, inderdaad een vraag waar je even over na kan denken. Je mag er ook best even over filosoferen hoor. Ik heb geen flauw idee. Wil je een wilde gok doen misschien? Misschien vanuit de geschiedenis, dat ze vroeger wel bitter waren, dat ze aangepast zijn of zo. Ja, ik ben er inderdaad voor als een griffie achtertuin. Eerst zelf... Mag ik u wat vragen? Dat mag. Eerst zelf oplossen. Ja. Ook, u weet u misschien waarom bitterballen bitterballen heten? Nou, als jij nou zegt misschien iets wat ze erbij drinken. Bier. Nee. Als jij nou letterlijk zegt, misschien komt het door iets wat ze erbij drinken. Oké, misschien komt het omdat er iets bij drinken. Misschien komt het wel door iets wat ze erbij drinken. Dat is een goeie. Lotte, om jou nou het beste antwoord te kunnen geven op waarom bitterballen bitterballen heten, ben ik bij de allerbeste en grootste fabrikant van die balletjes. Namelijk, tada, Van Dobben. Goeiedag. Hey, goeiedag. Dennis Alkuits. Piet Brink. U weet alles van bitterballen? Ik weet alles van bitterballen. En nu gaat het ons allemaal uitleggen. Ik ga het u vertellen, ja. Nou, laten we het maar zo doen. Ja, oké. Ik was wel benieuwd, hoe worden bitterballen nou gemaakt? Ja, dat zal ik je laten zien. Ik zal ook even ondertussen vertellen wat eigenlijk de ingrediënten zijn. Een bitterbal bestaat uit ragout. Okay. Een mooi woord daarvoor is salpicon. Dat komt uit Frankrijk. Bestaat uit een heel dun laagje paneermeel. Mm-hmm. Ei. Ja. En een grovere paneermeel. Ik doe dat eventjes handmatig. Normaal wordt alles keurig afgewogen. Een bitterbal is ongeveer 30 gram. En ik heb eigenlijk nu een beetje een weegschaal in mijn hand. Dus. Ja. Ja, we gaan beginnen. Dit is dus de ragout, of voor een heel duur woord salpicon. Mm-hmm. Hiervan kan je bitterballen maken en ook kroketten. Mag ik het eens aanraken? Je mag het aanraken. Het voelt een beetje. Het zag er een beetje uit als schuim wat in je matras zit. Ik heb hier een stukje ragout. Daarvan maak ik een balletje. Mm-hmm. En ik moet altijd zorgen dat dat balletje naadloos is. Natuurlijk doet dat beneden door machines. Anders was ik heel druk het hele jaar. Want ik heb het net al gezegd, van het is een hele grote hoeveelheid die wij maken. En dan is het de kwestie van om heel licht te paneren. Als je dus heel dicht paneert, dan gaat dat paneermeel in de ragout zitten. En als je het dan bakt, wordt het dus niet gaar. Dan heb je dus eigenlijk dezelfde witte poeder in je bal. Nou, dat wil je niet, je wil een krokante korst. Dan gaat het balletje in het ei. Ik doe dat natuurlijk nu even zo. En dan wordt dat eventjes afgeschud. En dan gaat dat in de grove paneermeel. Okay. Dat zijn allemaal kenmerken van een bepaalde receptuur. Je kan allerlei soorten paneermeel doen. Je kan het heel fijn doen, het kan geel zijn, het kan rood zijn. Ja. En dit is dan een bitterbal. En mogen we het dan ook een Van Dobben bitterbal noemen? Dit is een Van Dobben bitterbal. Maar wanneer wordt hij dan bitter? Nou, dat is een hele aparte naam, dat bitter. Het woord bitter is eigenlijk gekomen van het bittertje, van de drank. Mm-hmm. Dus daarnaast eet je een hapje. En dan noemen wij dat bitter, bitterbal, maar ook het woord bittergarnituur. Ja. En zodoende is eigenlijk maar twee landen in de wereld waar ze dat eten, of tenminste waar ze dat frequent eten, dat is België en Nederland. En Nederland is gewoon het bitterballenland. Ik zie er helemaal steriel uit en dat met een reden. Ik ga namelijk kijken bij de lijn van de kroketten. Waar moeten we heen, Piet?
We gaan deze gang door. En dan gaan we naar de productie. Ik zie het allemaal. Dit is de Bamiopslag. Daar moeten we niet zijn. Dit is volgens mij het einde van het proces, hè? Ja, ik ga jullie voor thuis een heerlijk doosje meegeven. Nou, wat leuk. Zodat je nog eens een keer kan genieten van deze overheerlijke kroketten. Dankjewel. Nou, Lotte, ik hoop een beetje dat ik het antwoord zo heb kunnen geven op je vraag. Ik ga in ieder geval enorm genieten van mijn Van Dobbe rundvleeskroketten. En als je ook een vraag hebt, mail hem dan naar redactie@ondertussen.nl.